Hoi, ik ga jou laten zien hoe jij zelf een heel leuk lichtpotje kan maken. Wat gewoon gezellig is voor met de kerst. Ik heb er een neplichtje heb ik erin gedaan. Op het moment ben ik heel druk bezig om allerlei kerstknutsels te maken. Dus wil je zien wat ik allemaal aan het maken ben? Abonneer dan nu snel mijn YouTube kanaal. En dan ga ik je nu laten zien hoe ik dit heb gemaakt. Ik ga beginnen met tekenen op een stukje van een blaadje. Zoals je kan zien, dit is een A4 papier, mijn rood papier. Die ga ik niet gebruiken hoor, maar het is gewoon even puur als ondergrond. Dus van een A4 papier heb ik een klein stukje van de zijkanten eraf geknipt. En dat ga ik dan gebruiken omdat dat heel mooi in mijn potje past. Dus wat jij moet doen is even jouw potje pakken. Je gaat dan je papier zeg maar meten van wat past er in jouw potje. Dus dat ga je dan erin doen. Je zet dan een streepje tot waar je je blaadje wil hebben, je papiertje wil hebben. En dat ga je dan zo uitknippen. En dan ga ik nu gewoon beginnen met iets leuks te tekenen. Gewoon een leuk, klein, simpel landschapje wat dan mooi op ligt in mijn potje. Even kijken. Ik ga beginnen met een dennenboom te tekenen bovenaan de top. En dan daaronder weer iets wijder natuurlijk. En nog een laagje daaronder voor mijn boom. En dan gaat hij hier een beetje over in sneeuw. Dus even een paar mooie sneeuwbulten zo. En dan ga ik hiernaast nog een dennenboom maken. En zo ga je dus iedere keer een stukje wijder maken van je boom. En ik vind het wel leuk om wat leuke uitsteeksels te geven. En hier maak ik de twee bomen aan elkaar vast, zo. En ook hier weer wat sneeuw, zo. Dan ga ik hier een huisje maken. Een beetje lekker schuin. Een beetje fantasie natuurlijk, hè, zo. En een stukje van het dak laten uitsteken. Ook zo. En dan hierboven het bovenste punt van mijn dak. En dan lekker gewoon een beetje gek. Een beetje een gek huisje. Vind ik wel leuk. En dan een deur. Zo. En nog een huisje. Even wat sneeuw. Nou, doe eerst nog een huisje en duwen er dan wat sneeuw tussen. Zo, een beetje een mooi boogje. Hier ook weer een beetje een mooi boogje. Een dak in het midden, zo. En dan naar het ene dak, naar het andere punt van het dak. En een kleiner deurtje. En twee ramen. Zo, en wat sneeuw in het midden. En hier ook wat sneeuw. Oké, nou, dit gaat hem worden. Wat ik nu ga doen is, ik ga dit even helemaal zo uitknippen. En dan ga ik dit ook uitknippen. Mijn deuren gaan eruit en mijn ramen gaan eruit. Dan ga ik zwart papier pakken en dan ga ik dit overtrekken op zwart papier. En dus ook mijn deur overtrekken en mijn ramen overtrekken. En dan ga ik het uitknippen. Doe ik even met de camera uit en dan laat ik het zo aan je zien. En dit is het dan geworden. Ik heb voor hier heb ik nog twee hele smalle reepjes uitgeknipt en over mijn deur heen geplakt aan de achterkant. Ook hier twee nog smallere reepjes geknipt en met plakband vastgeplakt aan de achterkant. Dus aan de voorkant ziet het eruit als gewoon hele leuke deurtjes dan. Hè? Dat vond ik nog net iets gezelliger. Dus een pot
En ik draai hem gewoon en ik stop hem in mijn pot. Zo, leuk. Een lichtje erbij. En 's avonds, als ik de kerstboom aan heb staan, dan is het gewoon wel lekker gezellig. Ziet het dan uit in huis. En dan zo'n mooi lichtje erbij brengt dan nog meer gezelligheid. Ik heb ook in een ander filmpje laat ik je zien hoe je ook een heel leuk theelichtje kan maken in de vorm van een sneeuwpop. Vind je dat ook leuk om te kijken? Dan zal ik hier voor jou een linkje in beeld plaatsen, zodat je kan zien hoe jij ook zo'n sneeuwman theelichtje kan maken. Ik ben op het moment druk bezig allerlei kerstknutsels te maken. Wil je die ook allemaal bekijken? Dan zal ik ook hier voor je boven in beeld een linkje plaatsen, zodat je ook mijn andere kerstknutsels kan zien. Doepa doe!